Take 2, ja, ik verklap het maar, want de eerste die had ik verklooid. Daily Minutes, nummer 1560, met een uitzending van vandaag, 27 februari 2019. Dus het bulletin van woensdag, en waarom ik als het pas donderdag zei, terwijl de woensdag staat, dat weet ik ook niet. Vandaag is het data in PSK 63 met 20 carriers bij 1500 hertz. Maar hij zou automatisch moeten starten. Zit helemaal aan het eind van de uitzending. Verder kon ik niet zo heel veel vinden. Dus heb ik een oude column die ik in 2015 voor PI4AA gemaakt heb tevoorschijn gehaald. Voor mij is het erg leuk om terug te horen, hoewel ik bepaalde dingen nu zeker anders zou zeggen. Ook lijkt het, waarschijnlijk doordat ik het onder tijdsdruk heb ingesproken, soms haast of ik boos ben. Enfin, luister zelf. Ondergetekende staat wel eens een klein beetje bekend als iemand van de digitale spraak. Toch is dat maar een klein deel van wat ik doe. Ik ben ook morse enthousiast en experimenteel veel met antennes. En de meeste QSO's die ik maak zijn gewoonlijk in FM. Vandaag ga ik het vooroordeel dat met betrekking tot digitale spraak over mij bestaat echter wel een beetje herbevestigen met twee verschillende onderwerpen over digitale spraak. Er bestaan veel vooroordelen over digitale spraak. Er bestaan echter ook veel systemen voor digitale spraak, veel meer dan de meeste amateurs beseffen. D-Star en DMR komen momenteel het meeste voor. Het is niet helemaal logisch dat zij de meest populaire zouden zijn geworden. Er zijn wel een paar belangrijke redenen waarom dit zo gebeurd is, maar het hadden even goed en net zo makkelijk enkele van de andere systemen geweest kunnen zijn, hoewel ze niet allemaal even geschikt zijn. D-Star kwam op een moment dat er al een poos geen grote vernieuwingen meer waren geweest op amateurgebied en dat heeft zeker een belangrijke rol gespeeld. Algemeen wordt echter aangenomen dat het zo is, omdat D-Star en DMR alle twee systemen zijn waarvoor ook netwerken bestaan. Voor D-Star was er al een ander systeem speciaal voor zendamateurs gemaakt dat er enigszins op leek van het merk Alinco. Maar dat is nauwelijks bekend. Voor meerdere van de nu in Nederland verkochte Alinco apparaten is een niet heel goedkope insteekmodule te kopen waarmee je het apparaat voor dit systeem geschikt kunt maken. De belangrijkste reden dat het met het Alinco systeem nooit wat geworden is, is volgens veel mensen die wat van digitale spraak weten, het ontbreken van repeater apparatuur en het feit dat enige netwerkinfrastructuur er nooit voor gekomen is. Een interessante vraag is waarom mensen die in D-Star en DMR geïnteresseerd zijn die netwerkfunctionaliteit zo belangrijk, CQ, zo prettig vinden. Die vraag is overigens net zo interessant als waarom bij analoge relais in zoveel mindere mate dit het geval is. Ik denk zelf dat het cultuur is. In de tijd dat ik zelf centamateur werd, en dat is al langer geleden dan ik hier wil noemen, toen waren pas net enkele jaren de eerste FM-repeaters in Nederland gekomen. Een van de eerste dingen die ik van een oudere amateur te horen kreeg toen ik in de zendhobby geïnteresseerd raakte, was dat mensen die via amateurrepeaters werkten geen echte amateurs waren. Echte amateurs gebruiken geen repeaters. Toen ik vervolgens in mijn naïviteit vroeg wat een echte amateur dan wel deed, bleef het korte tijd stil. En vervolgens kwam er een niet al te duidelijk verhaal over zelfbouw, over het werken met verre stations en in mindere mate het jagen van certificaten en diploma's. Op diezelfde manier zie je nu een terughoudendheid bij een deel van de amateurs tegen het werken via netwerken. Dat die terughoudendheid bij amateurs met digitale spraak kleiner lijkt dan bij amateurs met analoog, dat lijkt duidelijk. Maar is die terughoudendheid terecht? Niet iedereen denkt er tegenwoordig meer zo over, maar officieel is de amateurdienst er nog steeds eentje die experimenteert met techniek. En met name ook met nieuwe techniek. Professioneel gesproken is het de normaalste zaak van de wereld dat hoogfrequent en niet hoogfrequent technieken door elkaar gebruikt worden. Waarbij dan weer de ene techniek gebruikt wordt en dan weer de andere. Is er dan een reden waarom de amateurs dat niet zouden doen? Natuurlijk, voor noodcommunicatie is een dergelijke contraptie niet geschikt. Maar dat lijkt me veel andere amateur toepassingen ook niet. En het feit dat het voor noodcommunicatie gebruikt kan worden, is dat dan het criterium volgens welke je als amateur die experimenten zou moeten doen? Je zou natuurlijk purist kunnen zijn. Purist zijn bijvoorbeeld mensen die zich uitsluitend met hoogfrequent bezighouden. Het is echter maar net hoeveel je dat purisme doordrijft. Als digitale spraak via netwerken niet moet, dan moet het puristisch gezien bij niet-spraak ook niet. Op die manier zou een packet radio er natuurlijk ook buiten moeten vallen. Maar ja goed, geautomatiseerde technieken als PSK 31, WSJT, WSPR, ja die misschien ook wel niet. Weg met de automatische seinsleutels dan ook maar. Er zijn overigens ook amateurs die hun eigen halfgeleiders maken of hun eigen radiobuizen. Kortom, het is maar net hoeveel je erin wilt gaan en dat ligt bij het purisme voor iedereen verschillend. En voor mij is dat dus ook in twee richtingen zo.
Je kunt het in de richting van de eenvoud overdrijven door iedere moderne invloed af te wijzen. Maar je kunt het niet alleen versmallen, je kunt het ook verbreden. Dus ook voor minder purisme is wel wat te zeggen. Niet dat ik daarmee wil zeggen dat dat systeem de voorkeur heeft, maar het digitale spraaksysteem van Jesu, System Fusion, doet een volgens mij heel slimme poging om de sceptici en niet-sceptici in vrede met elkaar te laten kuurzoen. Laat analoge en digitale gebruikers met elkaar communiceren en de scepsis verdwijnt vanzelf. Nou ja, praten en communiceren is inderdaad natuurlijk altijd goed. Ja, en dan het tweede digitale onderwerp. Nederland staat een klein beetje bekend als de bakermat van een aantal heel interessante zaken op het gebied van D-Star. Het bedrijf Dutch Star van PA4 IBR is internationaal legendarisch om het baanbrekende werk dat het gedaan heeft en doet op het gebied van bijvoorbeeld D-Star hotspots en repeaters. Sinds vorig jaar is daar nog een ander internationaal bekend bedrijf bijgekomen. Dat is het bedrijf DV Mega van Guus van Doorn, PA1 PLM. Dat deze bedrijven wat minder bekend zijn onder de niet-liefhebbers van D-Star komt waarschijnlijk omdat de interesse in digitale modus onder de mensen die daar niets mee doen sowieso niet zo heel groot is. Maar het is onterecht. Volgens mij zijn beide bedrijven in het buitenland ook in veel bredere kring bekend dan hier bij ons. Een belangrijk doel van DV Mega is om te komen tot een open source transceiver voor twee banden voor D-Star die waarschijnlijk uiteindelijk ook voor andere digitale spraakmodus te gebruiken zal zijn. Het bedrijf ontwikkelt één voor één de componenten die voor zo'n transceiver nodig zijn, maar die afzonderlijke componenten worden voordat de zendontvanger er is ook al als afzonderlijke producten verkocht. Meerdere ervan zijn inmiddels op de markt verschenen en zijn met name in het buitenland dus erg gewild. De producten die er nu al zijn betreffen drie zaken. Als eerste een GMSK-modem. Daarmee is het in combinatie met een Arduino mogelijk om een D-Star repeater of een hotspot op te zetten. De modem is zonder HF-functionaliteit. Er is dus bij een hotspot een zendontvanger nodig en bij een repeater een losse zender en ontvanger. Een tweede product is een Raspberry Pi hotspot. Dit is een opsteekprintje voor het maken van een D-Star hotspot voor eigen gebruik. Op het printje, prijsindicatie is ongeveer €90, zit een zendontvanger van 70 centimeter van 10 milliwatt. Behalve een Raspberry Pi, een voeding en een kleine portofoonantenne zijn er verder geen externe onderdelen nodig. Met zo'n hotspot heb je binnen je eigen huis vanaf je D-Star apparaat de mogelijkheid om D-Star netwerken en andere repeaters of hotspots te bereiken. Een toepassing die bij D-Star gebruikers bijzonder populair is. Het derde product is een vergelijkbare hotspot, alleen werkt deze in combinatie met een Arduino, niet met een Raspberry Pi, en heeft hij een zendontvanger voor naar keuze 2 meter of 70 centimeter aan boord, dat is dus omschakelbaar. Een volgend product dat dit najaar moet verschijnen betreft een Ambe 3000 print. Een dergelijke print is bijvoorbeeld nodig om een gewone zendontvanger voor FM als zendontvanger voor D-Star of andere digitale spraakmodus te kunnen gebruiken. Met name de Raspberry Pi hotspot is in de VS, maar ook in het Verenigd Koninkrijk en Australië in korte tijd al redelijk populair geworden. Het Nederlandse bedrijfje van Guus werkt met name in de VS samen met de belangrijkste leverancier van elektronica componenten daar. De website van DV Mega is dvmega.aurea.nl. Het is leuk dit soort initiatieven. Geheel open source die gewoon uit de amateurwereld zelf komen. Er zijn toch maar weinig hobby's waar dat op deze manier gewoon gebeurt. We hebben een tijdje niets van ze gehoord, de wetenschappers van Wokka Wokka, maar dat is omdat ze in het geheim allerlei leuke dingen aan het voorbereiden zijn. Wokka Wokka staat weer eens in de schijnwerpers met alweer een nieuw product. Wokka Wokka heeft dit keer in België een klein bedrijfje tegen de Nederlandse grens aan bereid gevonden om een idee dat zij zelf hadden aangebracht tot een product uit te werken. Dat heeft inmiddels geresulteerd in een nieuw Wokka Wokka product waar u met uw oren van zal staan te flapperen. Het nieuwe product van Wokka Wokka is de Diamic. De Diamic is de eerste sociolinguistische microfoon. Dat wil zeggen, dialect of regiotaal, de Diamic weet er raad mee. Spreek je er de zachte klanken in vanuit het midden van België, dan komt dat het desnoods in een knauwend Gronings weer uit. En in omgekeerde richting werkt het natuurlijk net zo. Maar het werkt natuurlijk ook voor andere dialecten en voor regiotalen. Nee, we vertellen niet hoe dit innovatieve amateurproduct er van binnen uitziet. Dat is het geheim van de wetenschappers van Wokka Wokka. We vertellen alleen dat de Diamic binnenkort al leverbaar is voor de schappelijke, zij het iets wat hoge prijzen die u van ons merk gewend bent. Wij krijgen trouwens veel vragen van klanten en potentiële klanten of Wokka Wokka met haar vaak fantastische productclaims wel garantie geeft. Natuurlijk geeft Wokka Wokka garantie. En als u zo nodig garantie wilt claimen op een product, neem dan vooral contact op met onze afdeling klantbelediging. Die zal u graag te woord staan. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl.
De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Ik heb laatst een dipmeter gekocht. Wat is dat, een dipmeter? Dat weet ik ook niet, maar er zei iemand op de repeater dat die apparaten heel erg handig waren en dat je er vroeger zelfs niet zonder kon. Een dipmeter. Wat zou dat kunnen zijn? Ja, als het nou een dipsausmeter geweest zou zijn, dan had ik het wel geweten. Het gaat er natuurlijk niet alleen om wat die meter is, maar ook wat je ermee kunt doen. Ik weet wel wat een meter is, maar wat is nou een dip? Ik bedoel, elektronisch gesproken dan. Ik weet het trouwens al. Het is om te testen of je dipswitchers goed staan. En microfoon naar retour.